overal op straat. Johnny Cake, dat is de dame van Johnny Cake. Koken bindt mensen met elkaar. Het laat me denken aan mijn oma, dus dat betekent dat het heel goed is, ja. Het geeft mij een gevoel van blij en blijheid. En dan wil je morgen 2 maal zoveel gaan koken. Dit zijn 2 lekkere, lekkere Johnny Cakes. Het mag goed, zus. Zo noem ik. Van Biggie Famiri. Of niet? Mijn naam is Yvette Dorsiel. Ik ben nu 66 jaar. Ik ben oprichter van Yvette's Kitchen and Catering. Bij Yvette's Kitchen is er dagelijks te krijgen geitenvlees, rundvlees, ossenstaart, vis, de Johnny Burger en overheerlijke Johnny Cake. 5 uur 's morgens sta ik al op om te beginnen met het maken. Als curaçaoënaar, je groeit op met Johnny Cake. Dat is dingen die ouders maken voor hun kinderen wanneer het niet uitkomt met geld. Niet zo'n luxe als met hete kip of bakkeljauw, nee. Wanneer 12 uur slaat, eet niemand meer Johnny Cake in Curaçao. Hier eten ze. Met 9 uur 's avonds verkoopt, eten ze nog. 10 uur eten ze nog. Als je hier ziet, dan zie je dat de deeg is bijna klaar voor de Johnny Cake. Dan gaan we nu de bolletjes maken. Vanaf toen ik klein was, hoor je dat verhaal. De vrouwen toentertijd, die maken zo'n soort broodje. En ze noemden het Journey Cake. De mannen die namen het mee naar hun werk. En dan konden ze onderweg wat eten. En met de tijd is het gewoon Johnny Cake geworden. Als je heel lang met dit werkt, dan heb je zo'n gevoel in je handen. Te groot. Mijn vingers blijven ver van elkaar. Zullen een stukje weg? Deze is klaar. Johnny Cake is oorspronkelijk van Sint Maarten. Je hebt Johnny Cake Jamaica, je hebt Trinidad. Heel veel plekken heb je de Johnny Cake. In Santo Domingo hebben ze Johnny Cake. Die bollen die wij uitrollen, rollen hun dat plat, plat, plat en heel groot. En dan in olie bakken, uit de olie halen, snijden, kaas. Als je dat alleen, die handeling ziet, kan je zeggen Caribisch. Want dat is die handeling. Bij het 4e jaar heb ik mijn eigen zakje laten maken. En dit moet je bestellen per ton. 100.000. Als ik me niet vergis, is het de 11e keer dat we hebben besteld. Dus een kleine miljoen hebben wij gemaakt. Want jij is niet alleen ik, ook de personeel, de dames. Maar als ik dan mijn hele leven wel erbij moet zetten, denk ik dat jij zelf wel de miljoen hebt bereikt. Ja. Nu gaan we naar Amsterdamse Poort, het centrum eigenlijk van Belmer. En daar heb je een van de beste markten voor ons hier in Zuidoost. Ali, maak een paar moten voor mij dan. Bij alle ondernemers krijg ik ook wel goede prijzen. Dat is mijn schatje. Goede producten, verse producten waar het nodig is. In de Belmer krijg je alles. Wimpy, mag ik een tasje alsjeblieft? Ik koop graag bij ondernemers hier in de Bijlmer. Dus ik geef mijn geld uit in de Bijlmer. En de mensen van de Bijlmer die kopen ook bij mij. Dus ik laat het geld maar hier draaien. Mijn zaken zijn in de hallo. Mijn zaken zijn hier in de Bijlmer. De mensen, we kennen elkaar. Het is één grote familie. Alle winkels kennen me. Thank you. Kan je mij helpen, alsjeblieft? Soms is mijn karretje vol. Deze kan mijn karretje voor me dragen. De andere die zet in de auto. Ik hoef niet uit te leggen of wie ben je. Oh ja, ja, ga ik doen. Ja. Ja. Dus daarom, ik blijf hier.
over 4 dagen woon ik 34 jaar in Nederland. Ik ben geboren in Curaçao. Moeder is van Curaçao en vader is Trinidad, helemaal. Vanaf toen ik 9 jaar was, stond ik al in de keuken, ja. Van mijn moeder heb ik de echte stoofpotten Antilliaans en Trinidadian food. Alhoewel het wel goed is in Curaçao, maar ik verlangde naar een betere bestaan. Beter voor mijn kinderen ook. Eerst kwam ik in Amsterdam. Ik zat in de uitkering, maar daarna verhuisde ik naar Groningen en daar wou ik meer. Daar ben ik een restaurant begonnen. Maar een van mijn zonen, die speelde profvoetbal in Amsterdam. Dus toen werd dat Groningen werd een beetje moeilijk. En na mijn opleiding allround kapster heb ik in Rotterdam een mooie zaak kunnen openen. Een kapsalon, dames en heren. En het was fantastisch, het was fantastisch. Mensen kwamen van heel Nederland. Dus het ging picobello. Tot op één dag, al mijn werknemers, die gaven mij tegelijk hun ontslagbrief. Hun hebben een kapsalon een paar meter van de mijne geopend. Waarbij hun allemaal daar gingen werken en met al mijn klanten. En dat was mijn ondergang. Ik kon niks meer betalen. Ik had koopwoning. De bank pak ook zijn huis terug. Het is niet te beschrijven. Het is echt niet te beschrijven. Wat ik allemaal toen meemaakte. Naast alles wat ik doe, had ik altijd een stichting. Wat ik stichting Los Latinos Americanos y Yo. Begon met mensen te helpen, een brief lezen, mensen begeleiden naar de instantie. Vooral de Spaanstalige doelgroep, want je kan dat groep moeilijk bereiken door de taalbarrière. Ik heb zoveel kunnen doen met hulp van Stadsdeel. Mensen daar bij Stadsdeel die zeiden, goh Yvette, er is een informatieavond over World of Food. En zo, 2 augustus 2015, stond ik hier met mijn eerste stand, de eerste unit. En dat was knokken en werken. Nou, ik maakte van 5 uur 's morgens tot 12 uur in de avond. Nou, begint te lopen, het loopt mooi. En toen kwam in 2017 een andere unit vrij. Cocina La Paisa Dominicana, met de Dominicaanse blanchering. En vandaar ook op Kraaienes een foodtruck. Vorig jaar Groningen, een grote restaurant. Yvette's Kitchen Groentje. En zo is het geworden, ja. World of Food is een garage. Hebben ze omgetoverd in een food court. We hebben hier Indiase, we hebben Ghana, Nigeria, we hebben Suriname. Om naast die wet te werken is samen wonen met mijn zus. Met mijn goede zus, zo noem ik. Ja. Ik ben Ghanese afkomst, dus ik kook Ghanese gerechten. Eet je wel eens een Johnny cake? Ik eet geen Johnny cake, absoluut. Hè. Af en toe kijk ik naar mijn vrouw, die kotte mijn vrouw en zeg ik, het is de enige die ik kijk vandaag eten. En douche bestellen ook van mij. Vooral die douche, ik noem haar doktertje Kleine Douche. Een kleine douche bestel vaak van mij. Die plantain tilapia is haar favoriet, die komt gewoon bij mij altijd bestellen. Ik vind het belangrijk dat je met je medemens moet leven.
Dat is altijd voor mij belangrijk geweest. Vanaf kleins af maak ik me zorgen voor een ander. De Johnny Cake van Yvette is gewoon goed, is compleet. De inhoud en deeg. Mijn vriendinnen zijn gek op, mijn zoontjes zijn gek op. Gewoon mijn roots een beetje meegeven. Wat ik lekker vind, proberen mee te geven. Mijn favoriete Johnny Cake is hamkaas. Ik kom uit Aruba en het is lekker om je kitchen, je cuisine uit de Antillen te eten. Ik heb een Johnny burger met rund besteld en een normale Johnny cake met hamkaas. Iedereen moet altijd wachten op de Johnny cakes, dus iedereen kent haar wel, zeg maar. Als je haar naam zegt, iedereen weet over wie het hebt. Nou, eerlijk gezegd komen wij niet eens uit de regio. Wij komen uit Rotterdam. Dus ja, dat wij helemaal hier naartoe komen, dat betekent wel dat het heel goed is, ja. Ja, geen spijt, alleen maar complimenten. Ik doe het altijd met liefde, heel veel liefde. Ik wil altijd blijven koken, ja. Altijd blijven koken. Als het niet in de zaak is, dan is het thuis. Voor familie, vrienden. En als de tijden beter worden, dan blijf ik ondernemen. En zie wel waar ik beland. Yeah.